Dit was een sticky shop. Een soort van grapje uit de hand is gelopen. Dus ik denk dat het een zakelijke keur wordt. Ik verwacht het niet. Oh, lekker wel. Ja, het is echt heerlijk brood. Zo lekker. We hebben Pringles, M&M's, Trifel. Oh, waar heeft iedereen nou over? Is het zo leuk? Ja, dit is zo leuk. Dat heb ik net geprobeerd voor de Wankies. Ja, het is nog een beetje rood hier. Dit jasje, blouse, broek, schoenen. Dit is zo chill. Goedemorgen, het is donderdag. Welkom bij een nieuw vloggie. Wee wee, wij gaan naar Paris. Even Suzanne vreemd. Copyright. De kids zijn zachter naar school. En wij zijn nu onze trolley aan het inpakken. Smoothie. Dit kleurtje ziet er zo niet lekker uit, maar dit is echt een vitaminebommetje. Ik ga ondertussen even mijn lunch maken. Want wij hebben om 11:15 de trein, de Thalys, van het Centraal Station. En ik vind het nog steeds altijd fijn om dan mijn eigen lunch mee te nemen. Dus ik had gisteren al eitje gekookt. I know, dat ruik je in de Thalys. En asperges gegrild, ik heb komkommertjes, cherry tomaatjes, ik ga even een crackertje maken. En, oh ja, en mijn voedingssupplementjes inpakken. Die neem ik ook altijd mee. Heb jij al koffie gehad, Joppie? Heb jij al koffie gehad? Wil je dat nog? Ik had deze trouwens. Dit is niet je sponsor. Voor, dit is voor kindjes. Vitamine C en D3. Het zijn van die gummies. Zonder dat we erover zijn begonnen, dachten ze dat dit Haribo's zijn. En nou willen ze dus elke ochtend zo'n dingetje erbij. Nou, het hoeft niet elke dag, maar is in dit soort wel een goede aanvulling. Oké, koffie. Eentje zwart voor Joppie. Ik ga denk ik nog even lekker een eitje. Ja, ik ga een cappuccino maken. In ieder geval alles van mijn lijstje. Ik kan gewoon echt het beste vertrekken met lijstjes. Ja. Oké, top. Dankjewel. Ja, hij doet het. Hallo, goedemorgen. Ik heb hier zo ontzettend veel zin in. Oh, mijn reisgezelschap. Er is iets belangrijker dat jij meekomt dan ik. Want ik had ze in de vorige vlog al verteld. Maar als je die niet hebt gezien, leuk om te kijken. We gaan naar Paris, omdat Joppie moet werken. En ik kan daar veel beter werken en veel gezelliger werken dan thuis. Met veel lekkere eten. Vanmiddag ook nog echt helpen met zijn werk. Dat is een grapje, wat een beetje uit de hand is gelopen, maar dat ga ik jullie straks vertellen. Ik ga even een boekje kopen, alsof we echt op vakantie gaan. Supporting my friend. Natuurlijk die van Leslie. Nou, we zijn nog in Nederland. Je zit altijd even als laptopje en ik vertelde jullie net dat er een soort van grapje uit de hand is gelopen. Maar ik jou vanmiddag ga helpen. En Job is zijn briefing aan het doornemen. Luister, dit is dus wat hij launcht. Styling. Hair, make-up and styling to be conducted by KOLs individually. No make-up or hairstylist will be on site. Please ensure to bring touch-up make-up for any adjustments. Dus, toen zei ik het grapje. Dat kan ik wel doen. Want ik ben zo thuis in foundation en altijd mascara en ja, nee dat. En toen vorige week hadden we de borrel met jouw collega's bij ons thuis. En toen zei Kirsten dus, oh jij gaat de visagie doen hoor ik. Dan dacht ik, nou, dat gaan we doen. Dus, vanmiddag moet jij video's maken om 5:30 tot 6:30. En ik ga dit gewoon doen. Ik ga gewoon dit voor het eerst doen. Ik ga zorgen wat jij heeft. Flawless. Arrivé! Bij het hotel. Oh, dat is zo chill die trein. Ik heb me echt geen minuut verveeld. Echt super relaxed reizen. Vous êtes ici. You are here. -3 en ik moet naar 0. Omhoog dus. Oké. Hoe laat leven we? 4:15. Dus we hebben nog 3 kwartier om even in te checken. En naar zijn filmlocatie te gaan. Ik om 0. Mijn make-up spulletjes erbij te pakken. En eigenlijk heb ik ook een beetje trek inmiddels. Maar nou, we gaan eerst maar even snel spullen kloppen. De plaatjes leken alsof we de Eiffeltoren konden zien. Dus als nee, het dat, een beetje... dat weet ik ook. Dus ik wil niet hierbij kijken. Oké, we zitten in La Défense in het zakelijke district. Ja, 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 zie je dat? Oh.
Tour Eiffel, Tour Eiffel, Tour Eiffel. In de wolken. Oh ja. Ik zie het onder een stukje. Wacht even jongens. Er komt ie. Het kontje inderdaad. Ik zie al hapjes daar. Ja, pak wat lekkers. Oh lekker, een chipje of zo. Ja, ik moet toch zo meteen wel op mijn best zijn. M&M's? Daar zijn de hapjes en drankjes, hè? Oh ja? Ja. Ook voor de staf. Hij heeft me voorgesteld als een make-up artist. Hilarisch. Questions, but again, it's not for you to pre-read that. Een klein hapje doen, want Job moet om 7:30 zich melden bij het diner. En ja, hoe kan het ook anders? We hadden zin in escargots. Oh, heerlijk die lucht. Treffel. Treffel. Meteen. Je wilde het meteen erin dompelen. Waar is mijn... Ja, opladen. Hier. Het is nu 9:30 al bijna. Ik was om 8:30 in de hotelkamer. Want Job had natuurlijk een diner. En toen dacht ik, ja, ik kan natuurlijk allemaal fantastische dingen gaan doen in deze prachtige stad. Maar, hoor je dat? Niks. Het geluid van stilte. Oh, zo lekker. Ik heb me daar best wel op verheugd. De momenten dat ik alleen ben, want natuurlijk is het super gezellig samen en even heerlijk om weg van huis te zijn. Oké, jij bent aan het opslaan. In een andere stad, ander eten, andere mensen, maar hoe fijn is het ook om even een keertje te relaxen na de afgelopen maanden. Ik vind het zo lekker om met mijn Pringles alleen te zijn. Ik had er laatst een over bij de met krummels. Bij mijn energetische healer. Dat ik misschien overkom als een extrovert persoon. Maar dat ik eigenlijk heel introvert ben qua opladen. Als in als ik alleen ben, dan laat ik echt helemaal op. Daar gaat mijn batterij zo ontzettend goed op. Dus ik dacht vanavond, ik ga het lekker doen. Ik ga mijn gezichtje nu wassen. Dan ga ik gewoon een keer een serietje kijken. Ik zei het tegen Job. Maak je geen zorgen om mij. Bonsoiré. Ik ga helemaal niet chillen met mezelf. Goedemiddag. Oh, het is echt zo'n middag. Het is 12:30. Het is vrijdag in Parijs. En de Eiffeltoren. Hij staat easy. Ik heb net... Daarom heb ik het wattenstaafje. Niet dat je denkt, heeft ze nou een wattenstaafje in de mond? Hij is schoon. Ik heb net mijn wenkbrauwen geverfd en mijn wimpers. Van de wimpers heb ik een keer een reel gedeeld op Instagram. Hoe ik dat doe en vooral hoe ik dan... Probeer zo'n lijntje te maken om mezelf echt nog luier te maken en langer in bed te kunnen houden. En dat heb ik net geprobeerd voor de wankies. Ja, het is nog een beetje rood hier, maar ik ga proberen iets leuks ervan te editen. Vanochtend hebben we ontbeten in het hotel. Was echt super druk. Ik had de camera gelukkig niet bij me. De stad zit helemaal vol met dokters. Dus het was ook gezellig bij het ontbijt. Iedereen heeft ontmoeten. Toen is Job naar een congres gegaan. En wij zien elkaar vanmiddag. Dus ik ga me even omkleden. En dan... ik heb zometeen nog één call. Dan gaan we denk ik even de stad in samen. We hebben onze buikjes gevuld. Ik verwacht het niet. Terwijl ik gewoon een spierpijn heb van het sporten deze week. Dan geniet ik van de baguettes. We kunnen twee dingen doen. We gaan lopen. Of we gaan steppen. Naar de Sacré-Cœur. Of naar de Eiffeltoren doen. Vanavond. Ja, oh ja. Daar staat hij. Dus ik denk dat het een Sacré-Cœur wordt. Oh, lekker man. Ja, dat is echt heerlijk groot. Zo lekker. Ja, want, niet te lang zijn. Zo dichtbij zitten we dan bij de Eiffeltoren vanavond. Dus daar kunnen we echt heel makkelijk bij. Ja, vanavond heb ik Job iets gereserveerd voor te eten. Ja, dat is niet hier. Dus dit is voor het naprogramma. Voor het naprogramma. Ik heb wel mijn mama verteld, ik weet het nog niet. Ik vraag me af aan wie dit ligt. Aan de tafels die ze spannen hebben aan mij. Oh my god. Of aan mij en deze. Oké, we hebben er twee. Tasje dicht. Ik ga mijn handschoentjes aan doen. Andere kant gaan we. Ja, dit is goed om op te warmen. Tafels. Die hebben we al gehad.
Ik heb dus laatst pas de Emily in Paris serie ontdekt. Ik dacht al steeds, waar heeft iedereen nou over? Is het zo leuk? Ja, dit is zo leuk. En dan zie ik daar mensen muziek maken. Als je de serie hebt gezien, dan weet je wat ik nu moet denken. Joppe is hier dus nog nooit geweest. Maar ik heb vroeger met mijn papa, mama en zusje in Frankrijk gewoond. Ik was echt Parijs, maar het was vlakbij Parijs. Dus dit, ik herinner dit nog. Nou, heb ik ook iets kunnen inbrengen in het programma. Silence. Ik doe mijn camera weg. Ik ben me aan het omkleden voor vanavond. Ik weet dus niet waarvoor, maar het is wel... Hiermee doe ik Joppie plezier. Dit jasje, blouse, broek, schoenen. Of gewoon het pak, de set. Broek, ja, die is wel echt anders. Deze broek is zo. Want dan zie je de hakjes mooi. Als je er een keer hak aan hebt, dat ik ze ook zie. Dus jij zegt dit pak? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, waarom vraag ik het anders? Hè? Als ja, jij echt deze leuk vindt, moet ik dat ook... Ja, heb je niet een riempje bij je? Jawel, ja, maar ja, we gaan toch vanavond gewoon weer vreten? Ja, maar, dat, ja, maar goed. Oké, okay, dus jij zegt deze. En het ziet er niet uit alsof ik ga solliciteren zometeen. Nee, dat vind ik meer bij die ander. We zijn even aan het zoeken met onze overstap. Dit moet het zijn. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Thank you, baby. Joppie heeft gereserveerd bij La Coupole. Als je van vis houdt, like moi. Er staan echt heel veel lekkere dingen op de kaart. En ik zag daar, daar ligt het allemaal vers. Super, heb ik merci. We hebben om te beginnen 6 croissantjes en een croissantjes besteld. Oké. Okay. Tweede rondje. Ik heb de scallops en Joppie heeft vlees. Hoe heet type de mayonaise? Je ziet de BNS. Wat ik vanavond heb besteld, zijn het echt heel lekker. Moment. Ik denk echt, Job, dit is echt het allerlekkerste wat ik hier heb gegeten. Sowieso, oh, deze pompoenpuree. We moeten dit goed onthouden, proeven. Dit wordt mijn kerstje receptje volgend jaar. Dit is zo zacht. Mega lekker. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Crazy horse, s'il vous plaît. Dus dat is waar we naartoe gaan. Zeker. Ik dacht, heeft het nog een introductie nodig? We gaan nu naar de verrassing van de avond. Er staat natuurlijk hier nergens je camera's mag gebruiken. Telefoon, vlogcamera, denk ik ook niet. Dus ik zie jullie op een later moment. Dit was een sticker shot. Goedemorgen, wij zijn onze trolleys aan het inpakken. Wij hebben... Volgens mij zie je nog een beetje een... Mijn slaapmaskertje zitten. We hebben lekker uitgeslapen. We hebben het ontbijt overgeslagen. Omdat we gisteren, nou, toch best wel laat thuis waren. Na een fantastische show. Echt mega van genoten. Het was zo ontzettend leuk en mooi. En het hele, heel artistiek. En veel meer dan ik misschien van tevoren had verwacht. Ja, het was echt een hele leuke surprise. We gaan... Oh ja, ik had dit gisteren gekocht. De metro. De gemmershot ga ik er nu wel eventjes ingooien. Oeh, het plan is denk ik dat we trolletjes dichtgooien, uitchecken, met de metro een beetje het centrum ingaan. In ieder geval de richting op dat we straks ook met de metro naar Tally gaan. En dan hebben we om... Ik denk iets van 2:30 of zo. Bingo. De Tally terug naar huis. Zo. Ciao. Oh, daar hangt hier nog een blouse wel van jou. We zitten. We zijn maar meteen naar Gamino gegaan. Dan zijn we in ieder geval op tijd. Wij zitten bij... Nou, hoe zou het hier heten? Even kijken. Café du Noir? Noor, Café du Noir, natuurlijk. Gaan we nu onze petit déjeuner doen om 2:30. Voordat we aan het meten zat, hadden we nog wel even 2 koffietjes gehaald. En gisteravond, toen we dus de show uitliepen, toen wilden we eigenlijk nog even naar de Eiffeltoren, de bekende lichtjes bekijken. En het was uit. Nu is Job aan het opzoeken. Of het nou, jij had iets gelezen over energiecrisis. Ik dacht dat ze maar één keer in het kwartier kwamen.
En nou zegt, zei iemand gisteren, 12 uur stopte. As of September 22, in a bid to save power, the last Eiffel Tower sparkle is at 11:45 p.m. Dus om, en dan klaar. Prior to this, the light show took place every evening from sundown until 1 a.m. On the hour, every hour, the tower glitters with hundreds of 5 minuten. Dus uiteindelijk om 11:45, dus een kwartier voor middernacht is klaar. Ja, nou dat hadden we gemist, want ik denk voor mij dat we laat duren. Zoiets van 12 uur, zo iets naar 12. Maar waren we daar om 11:45. Maar goed, zonder lichtjes was het ook hartstikke leuk. Ja, toch? Ja, dat moet je wel laten zien. Is goed, hier ho. We hoeven in ieder geval niet te vragen om extra, nou wel extra mayo, maar geen saus. Merci. Sans poulet. Heerlijk. Sans poulet. Sans poulet. Oui, très bien. Mayonnaise. Amsterdam, Amsterdam, we gaan naar Amsterdam. Ik zit net tegen iemand dat ik eigenlijk wel gewoon een soort Thalys abonnement zou willen. Dit is zo chill, je kan gewoon aan één stuk door werken. Je weet dat je nergens naartoe kan, want je zit hier wel gewoon een tijdje, echt lang, zonder tijdsdruk. Af en toe kijk je even naar buiten en denk je... Oh, nou, leuk, gezellig, elke keer wat anders. Antwerpen. Antwerpen. Doe je niet eruit? Hé? Hey? Ja, morgen komen de boys op. Gaan we hier lekker uit eten? Slapen hier vanavond? Nog meer eten. Weet je wat we net hadden bedacht? Is dat we morgenochtend vroeg samen gaan sporten. Na alle fromage en beur en pakket en retteketet. Ik wil liever nog een nachtje Antwerpen. Ja. Ik heb 6 weken niet gespoord. Dus kun je maar die maand niet zonder. 6 weken? 7. Kun je maar niet zonder alles erbij. Dan moet je maandag weer. Nou, ik dacht, laten we gewoon wel morgen sporten. Gaan we zo lekker boodschapjes doen. Het allemaal lekker is voor de kids. Ga ik hier uit, ja? Doei. Doei. Au revoir. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een hele leuke Parisien vlog vonden. Abonneer is lief. Dan zie ik je gezellig bij de volgende video.